Die Tour van dus, waarvan wel verwacht wordt dat hij inderdaad heel veel mensen straks op de been brengt. En waarvan Roxane Kneteman zei, eigenlijk helemaal niet eerlijk. Want de Tour, de ASO, die springen op een rijdende trein. Absoluut. Absoluut. En dat moeten we ook echt niet, dat moeten we ook blijven herhalen. Want ze springen op een denderende trein eigenlijk. Dus het zijn niet de redders van het vrouwenwielrennen. Alleen ik moet wel een beetje nuanceren. Ik merk wel dat de media-aandacht, omdat er een Tour de France, die naam aan deze wedstrijd hangt. Ja, de media-aandacht is immens. En dat heeft gewoon geen enkele merk je ook aan de vrouwen? Merk je dan de dames de manier waarop ze zich voorbereiden op deze wedstrijd? Nou, je merkt het voornamelijk aan als je vraagt van, goh, wat is nou anders dan andere wedstrijden, ook bij ploegleiders. Ja, er wordt gewoon veel meer van ze verwacht, veel meer van ze gevraagd, ook mee van de sponsoren. Die willen er ook eigenlijk allemaal bij zijn. En ja, de rensters die moeten van alles doen om in één hun droom, hun Tour de France droom. Elke renster heeft ook in één een Tour de France droom. Nou, ik had hem nooit. Had jij hem? Nee. Ik had hem nooit. Nee. Elke renster in peloton heeft nu ook in één een Tour de France droom. Dat is ook zo'n dingetje wat dan leuk is, ja, om te benoemen, denk ik. Yes. Maar goed, er hangt gewoon veel aan vast. En ik hoop ook echt, Danny verzekert het mij dat, al een jaar geleden geloof ik, Danny, dat er gewoon heel veel media-aandacht extra gaat komen voor het vrouwenrennen. Media-aandacht betekent meer sponsor. Aantrekkelijker voor sponsoren. En we gaan het zien.